Aruba, Friesland, Brabant en Curaçao en willen hier een volgende keer ook lopen, maar dan allemaal getrouwd. Deze editie zijn ze de bemanning van de Koninkrijksboot. Die vraagt aandacht voor het homohuwelijk dat op Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet gesloten kan worden. De eilanden zijn zelfstandige landen, maar wel in het Koninkrijk. Je wilt met haar trouwen? Absoluut, dolgraag. Niets anders dan dat. En het liefste op onze prachtige eilanden, maar helaas kan dat nog steeds niet. En daar vecht ze voor, met andere activisten. Je kunt homo zijn op de eilanden, maar liever niet in het openbaar, is haar ervaring. Je krijgt allerlei woorden naar je hoofd gesmeten, zeg maar. En soms tot het agressieve aan toe. De eilanden gaan zelf over hun wetgeving. Hoe lang zal het duren voor homo's er kunnen trouwen? Nou, ik hoop in de komende jaren. Ik zeg er ook meteen bij, dat is natuurlijk het openstellen van het huwelijk is het symbool. Maar daarmee ben je helemaal niet klaar. Want het moet natuurlijk in het onderwijs, in de zorg. Mensen moeten het ook echt gaan accepteren. Komt het ooit zover? Dat homo's er niet kunnen trouwen op Curaçao, vindt hij onbegrijpelijk. Hij is er geboren. Ik hoop het, ik denk het wel. Ik denk het wel. Wat is daarvoor nodig? Het besef dat een ras zoals wij, die zo lang onder discriminatie gebukt is geweest, als we begrijpen dat de groep die wij dat zelf aandoen, dat een foute zaak is. En dat is een kwestie van tijd. Dan maar trouwen in Nederland is voor de opvarenden geen optie. We wachten met trouwen, zeggen ze, tot het daar kan.